Dag allemaal, dat wil weer met de dialectquiz. En u begint met de oplossing van de eerste vraag van het nieuwe jaar. En dat was, wat betekent het als ze zegt dat frus hem nog wel een keer op een emmer? Dat betekent dat het nog wel een keer slecht met hem af zal lopen. Antwoord B was goed. En dan nu de nieuwe vragen van 8 januari. Wat betekent opsternoot? Is dat A, dan heb je je dik gegeten? Is dat B, je bent uit de naad geknapt? Of is dat C, je bent boos? Nog een keer, wat betekent opsternoot? Is dat A, je hebt je dik gegeten? Is dat B, je bent uit de naad geknapt? Of is dat C, je bent boos? Doe best weer. Thank you.